Patty moet nu naar Hilversum voor opnames van Linda's Zomerweek, waar ze te gast is samen met Waldemar Torrestra. Linda zal ongetwijfeld beginnen over Patty's relatie met dochter Priscilla, die ze al een paar jaar niet heeft gezien. Patty is dus nogal nerveus voor dit interview. Dankjewel. En daar is Patty's vaste visagiste, Jedidja. Door de jaren heen zijn zij en Patty goede vriendinnen geworden. Ja. Heb je mijn gezicht bij je? Helemaal. Ik ben zo benieuwd of je nou helemaal anders met mij gaat op mijn bruiloft. Ja, dat moet altijd maagdelijk, hè? Pardon? Zit dat ook in die koffer? Gaat in ieder geval proberen. Wat een maagdelijk. Maagdelijk. Ja, Patty lijkt vrolijk, maar eigenlijk stikt ze van de zenuwen. Eerst maar eens even kijken waar ze straks zit in de show. Jij zit hier. Wat wil jij daar drinken erbij? Wijn. Nee, doe maar niet 2 uur lang wijn. Dan ga ik hele rare dingen vertellen. Maar je kan er ook een glas water bij krijgen. Ja, maar ja, dan, nee? Je weet wat ik dan pak. Nou, we beginnen gewoon met water. Ja. Patty houdt zich netjes aan haar non-alcoholbeleid. So far, so good dus, met de voornemens. En daar is Waldemar ook al, de andere gast. Ik vind het zo eng. Nee, ze schijnt zich wel heel goed ingelezen te hebben. Ja, en dan moet je je toch nog verantwoorden. Ja. Hoe beter ze ingelezen. Ik verschuil me gewoon achter jou. Vlak voor de opname komt de jongen van het geluid. Kom je een channeltje geven? Ik zit me nu al op te verheugen. Ik moet het toch ergens vandaan. Sorry hoor, ik ben even uit balans. Zo, ben ik er om de balans te herstellen? Jazeker. Even onder het corrigerende ondergoed door, dat is dan weer de afknapper van de dag. Kijk, daar komt. Ik zit net de geluidsman te versieren. Maar die is heel leuk. Goed, hi. Hi. Wat is het? Nou, hartstikke goed. Ik ben alleen bloednerveus. Waarom? Ik ben het maar. Ja, maar daarom juist. Zie je dat eng? Serieus? Ja, maar ook omdat ik weet dat het allemaal goed zit. Want als je dan toch met je hele verhaal komt, kom dan bij jou. Maar dat je dat ook griezelig vindt dat je te veel zegt. Ja, maar ik heb... Linda stelt Patty gerust door te beginnen over een leuk fragment van vroeger. Maar leuk dat je dat hebt gezien. Ja, dat laten we ook zien. Met Simon Le Bon erbij. En ja, heel erg leuk. Was die. Ja, ik weet het. Ik ken hem. Heeft hij ook in jouw oor gelikt? Nee, dat niet. Dat helaas niet. Maar jou wel. Ja! Zie je? Vertelt ze nu al. Ja. Nu al. Dat wil ik horen. Nou, maak je geen zorgen. Het wordt hartstikke leuk. En Ruben heeft een heel mooi liedje voor je. Hallo. Ik ben benieuwd. Oh, daar heb je ook weer de manager, hoor. Moet je meenemen. Ja, okay. La Beach. Succes. Doei. Dank je wel, lieve. Tot zo. Echt nerveus, hè? Lach me ook lekker uit. Hoe kan dat nou? Ja, omdat ik gewoon weet dat je bij haar echt alles voor je kiezen krijgt. Je hebt al zoveel issues bij mij, vanaf mijn ouders tot aan mijn kind. Heel veel plezier. Ruben, of zal ik nog een pilletje nemen? En daardoor val ik in slaap. Ja, ik weet niet hoeveel je al hebt. 1. Echt? Dan stop ik er nog 1 voor de zekerheid in mijn achterste. Toch vind ik het grappig dat je daarop dus gewoon nog wakker van ligt. Dat had ik echt niet verwacht. Geen uur geslapen.